Koude handen op mijn rug. Ik krijg zo lekker kippenvel van. Zo dichtbij dat je elke ademtocht op je gezicht voelt. En dan in de ochtendzon dat elk tonshaartje een heel klein, zacht, glanzend lichtstreepje zijn. Lepeltje, lepeltje liggen. En meebewegen met een ademhaling die niet van mij is. Zout zweet proeven. En zoveel seks hebben dat je hele onderkant beurs is. Je benen, je billen. Alles. Dat was fijn, ja. Gebeurde niet zo vaak, maar als. En dan meepraten met alle films die ik heb gezien. Dat zijn er veel. 8 door de weeks en een paar in het weekend voor mijn plezier. Maar ja, dan kijk ik ze altijd alleen natuurlijk. In het weekend lekker samen lang uitslapen. Wel wakker zijn, maar niet uit bed willen. Elkaar zachtjes proeven. En soms ineens heel wild. Wat gaan we eigenlijk doen vandaag? Er liggen hier nog kaartjes voor het Louvre. Weet je wel, van internet, dan hoef je geen 3 kwartier in de rij te gaan staan. Ik hoorde dat ze daar ook best lekkere gebakjes hebben. Dat vind ik raar. Je gaat toen hier naar het Louvre om taartjes te eten? Nou, als ze een filmafdeling hadden, dan was ik wel een paar dagen zoet geweest. Maar al die oude stenen dingen, daar heb ik niks mee. En dan al die Jezus aan de muur. Jezus aan het kruis, Jezus voor het kruis op de grond, Jezus als baby. Mag wel een Jezusje minder wat mij betreft. Ja, ik heb een virtuele rondwandeling gemaakt op internet. Je wordt er dood gegooid met Jezussen. Geloof me. Ik wil er nog wel heen. Dan gaan we gewoon. Ja, nu zijn we er toch. Kunnen we er dan beter iets positiefs van maken? Had het een romantisch weekend moeten zijn. We gingen wel vaker weg. Even ademhalen met ogen, neus en oren noemde hij dat. Ik was zo verrast. Dat we samen iets gingen doen dit weekend. Wij zagen elkaar normaal alleen door de weeks. Aten jullie ook samen na het werk? Kan jij wel koken? Goed bestellen kan ik. Maar ja, Parijs. Het weekend. En toen kwam ik ineens deze verrassing tegen. Ja. En dan ook nog zeggen dat het heel normaal is in Frankrijk. Haalt u er zo'n Franse film bij? Vrou vrou le joujou de pipette of zoiets. Nou, ik ken die film niet eens. En als ik een film niet ken... Denk je dat hij die film verzonnen heeft? Weet ik niet. Als die film wel bestaat, hoe haal je het dan in je hoofd om ons stomme dingen uit een stomme Franse film te laten nadoen? Ja. Hoe haal je het in je hoofd? Hij heeft in ieder geval veel fantasie. Nou, ik geloof er dus niet meer in. Alsof de dvd's in zijn kast leeg zijn. Dat hoesje is nog wel intact. Maar de schijfjes zijn eruit. Weet je, ik had me er gewoon echt op verheugd. Hij zei dat onze relatie een nieuwe dimensie zou krijgen. Door Parijs. Ik had nooit verwacht dat hij dit... Maak jezelf nog geen verwijten. Altijd met ons drieën, dat is toch zo knus. Samen op zijn knieën, om de beurt een kus. Ik begrijp echt niet wat hij nou verwacht had. Nou, dit vast niet. Nee.
Dit niet. Wie heeft de kaartjes? Rechter borstzak. Eeuw. O jee. Volgens mij leeft hij nog. Was dat?